Dank jullie voor uw spontaan gevraagd applaus. Ik woon in een dorp, dus ik woon niet hier, want dit is geen echte stad achter mij. Dat zou wel leuk zijn, moest er af en toe een keer iets gebeuren. Gewoon zo dadelijk een groepje Marokkaan die passeert. En zo, hey, niet goed. Gewoon daar, zo'n tag opzetten en zo. Een kerel die zelfmoord pleegt. Ah, ik zit niet meer zitten. Maar, nee, dus ik woon in een dorp en dat is een dorp bij Aalst. Mijn dorp noemt Denderautum. Als mensen geïnteresseerd zijn, kun ik naar de web. Wat? Nee. Dat kan niet. Er zijn maar twee mensen die daar wonen. Ik heb mijn ego. Maar het is nee, dus, Denderautum, voor mensen die geïnteresseerd zijn, kun je naar de website surfen. www.denderautum.com. .com, en vooral die internationale reizigers. Die denken van waar kan ik mijn eigen ophangen deze zomer, Denderautum. Maar mensen weten nooit waar Denderautum ligt. Dus ik zeg altijd, ik woon bij Aalst. En de meeste mensen kennen Aalst als de meest marginale stad ter wereld. Ja! Nee, dus daar woon ik niet. Ik woon niet in Marginaalst. Ik woon er eigenlijk net naast. Dus goed, hè. Er is een stad naast, die noemt Marginaaltert. En daar een klein stukje van, en dat is Denderautum. En dat is een dorp, en je voelt dat omdat een dorp maakt van u een oude mens. Like, ook al zeg je eigenlijk van, jong, dat maakt u gewoon oud en bitter. Like, ik ben 25, maar ik voel me 95. Want dat is wat een dorp met u doet. Die mensen zorgen ervoor dat je gewoon nukkig wordt. Like, ik heb nu de hobby's van een 95 jaar oude man. Like, in de zomer dan zit ik op een stoel voor mijn deur naar het verkeer te kijken. En in de winter van achter mijn raam. En dat is en gewoon roepen naar mensen op mijn voetpad. Dat is van mij. Dat is totaal niet van mij, maar zwart. En blaffen als er iemand passeert van achter mijn raam. Zo, brr, brr, brr. Gewoon dat. Moet dat je doen, dat is grappig. Ik heb geen hond, dus ik moet dat zelf doen. Maar, en vooral, het zijn uw buren dat u dwingen tot een soort van oude nukkigheid. Like, mijn buurvrouw, die is 90.000 jaar oud. En, ik overdrijf, maar die is echt oud. Het is niet 90.000, maar het is ergens in de viergetallen. En voordat je denkt van, oh, gaat er nu met de bejaarde lachen? Nee, alleen met haar. Ik wil het niet zo ruim trekken als de bejaarde, maar iedereen denkt, oh, dat is makkelijk met die bejaarde lachen. En ik heb eigenlijk niks meer tegen bejaarden. Als je jong bent, dan haat je bejaarden, want ze zijn traag, ze haten jeugd, want ze zijn er jaloers op en ze willen het uit u zuigen. Maar hoe ouder dat je wordt, hoe minder dat je interesseert. En ik heb dat nu ook. Like, ik vind bejaarden het zelfs grappig. En niet alleen als ze vallen op de bus, gewoon algemeen. Het is een klein beetje grappig wel. Ah, mijn heup. Ah, ja, ik heb ook een heup. En zwart. Ik snap er niet aan. Ah, mijn heup. We vallen allemaal op onze heup. Zelfs als je op je knieën valt, valde eigenlijk op je heup. Maar zwart. Zij zagen daar meer over, ze hebben meer vrije tijd. En mijn buurvrouw is echt oud. En het probleem is, ik moet er iedere dag mee omgaan. En dat maakt mij oud, want die is echt super oud. Er zijn potten en vazen in musea die jonger zijn dan haar. En die komt echt uit een andere tijd. Ik versta die ook niet. Die praat ze van de oud middeleeuws Denderautums, dat niemand nog praat. Dus dat is dan, madame, ik weet niet wat hij tegen mij zegt. En dat is echt, dat is beangstigend. En ik weet ook niet tegen die rare gezicht. Die is zo oud, die wordt niet ouder, die wordt kleiner en rimpeliger. Like, de zwaartekracht is die gewoon in een diamant aan het persen. Like, die heeft geen gezichten meer. Het is gewoon een denkrimpel met een bril tussen. Dat is gewoon, dus dan dat hij een bril draagt, om daar gewoon kan blijven rondlopen, omdat hij niet weet tegen welke kant hij moet praten eigenlijk. En er is echt gewoon een bowlingkegel met een kleed aan. En daar moet ik mee omgaan, die mensen. En het probleem is, met een postbode die heeft het nogal moeilijk, want soms geeft het leven nu een uitdaging. En onze bussen zitten naast elkaar, dus soms smijten mijn post bij haar binnen. Dus moet dat mens mijn post persoonlijk komen overhandigen, wanneer dat zij wakker is, om 6:30 's ochtends. Ja, oude mensen staan vroeg op zodat ze een middagdutje kunnen doen, hè. Mijn grootmoeder deed dat altijd. Als ik tot 9 uur mijn bed lag, ah, ja, jonge gasten altijd tot stukken in de middag in haar bed blijven liggen. En toen zei mijn dus middags, nooit gesnapt. Ik snap niet waarom de oude mensen zo vroeg opstaan. Wat moet je doen? Je bent klaar. Met alles. Maar zegt ze, ah, de ochtend stond en mijn zetel gaat zitten. Misschien komen mijn kinderen vandaag. Wachten op de dood. Maar, dus die. Het is waar, ze zijn oud. En, dus die komt bij mij aanbellen en dat is heel vervelend. Dan ding-dong, dan doe je deur open en zegt. Gewoon dat, want die is ook klein, hè. Dat is like Dobby de huiself op je stoep. En die vond een groot hoorn. En dan. Madame, ik weet niet wat hij tegen mij zegt. Ja, brief. Oh, het is die postbode. Godverdomme, geef me een brief. Geef gewoon. Geef echt. Echt met mijn voet op haar kin. En dat is echt vervelend aan mensen. Wat ik wil zeggen is, je geraakt er ook niet af, want die gaan mij overleven. Weet je dat? Ik ken de uitspraak van, zulke mensen maken ze niet meer. En wel, zulke mensen maken ze niet meer. Dat gaat ook niet, want je mag geen asbest niet meer gebruiken.
En wat ik wil zeggen is, ik heb wel echt al mijn moeite gedaan voor dat mens weg te jagen, maar dat gaat gewoon niet. Ik heb echt al zout voor haar deur gestrooid en al. En ja, ze geraken dat niet over, hè. Dat is lekker slak. En ik heb haar ook al proberen vangen van zo'n grote doos van een frigo. Ik had er dan zo'n stok onder gezet met zo'n touw aan. Ik had er dan zo'n nokkernootje onder gelegd. Was eten dat graag, hè. En dan gewoon zo rak die stok weggetrokken en die doos gaan uitschudden in een weiland. Maar ja, dat is drie dagen en dan was dat mens weer thuis, hè. Dat is, ja, die hebben allemaal zo'n gratis buzipas op die leeftijd. Dus dat is eigenlijk heel vervelend. Maar daar ga ik het eigenlijk bij laten. Nog een prettige avond verder. Dank u wel. Sander de Rijken. Man, dank je wel. Ga zeker die podcast checken. Mosselen om 13:30. En ga nog naar zijn derde show. Speel nog een paar keer. En nieuw seizoen volgende najaar. Ja. Voilà. Sander de Rijken, dames en heren. Ja.